Hey, Bart Valkenier hier van Makitomedia.nl en ik heb hier examen 2023 onderdeel D, de rode variant. En in deze video ga ik je laten zien hoe je opdracht 3 maakt. Afbeelding opmaken. Even doorscrollen naar deze opdracht. 3. Afbeelding opmaken. De organisatie van de Spellenbeurs wil afbeeldingen verschillend gebruiken voor drukwerk en social media. Jou wordt gevraagd om afbeeldingen op te maken volgens de eisen. En deze twee afbeeldingen, daar gaat het om: een dobbelsteen en wat handen die een spelletje aan het spelen zijn. Kies er een geschikt programma en ik ga het gewoon laten zien in Word. Natuurlijk kan het in heel veel programma's, maar ik ga het je gewoon laten zien in Word. Eis nummer 1. De afbeeldingen zijn niet vervormd. Dus hè, niet vervormen en deze eisen. Oké, okay, we gaan even naar Word en ik ga je laten zien hoe je dat doet. Ten eerste, afbeelding erin zetten. Gewoon vanuit Verkenner en links klik en sleep. Hoppakee, zet je dat erin. En dan het allerbelangrijkste wat je altijd moet doen met afbeeldingen en tekstvakken. Is op dit knopje drukken. Standaard voor tekst neerzetten en positie op pagina fixeren. Ik doe dat altijd, want dat betekent dat je hem kan neerzetten waar je maar wil. En als je ergens klikt en je doet enter, dan blijft die afbeelding tenminste ook uh, staan. Oké, okay, wat moeten we ermee doen? Even kijken: de afbeelding is 8 centimeter breed. Gaan we fixen. Als ik een afbeelding heb geselecteerd vind ik hier afbeeldingsindeling. En als ik daarop klik, helemaal aan de rechterkant vind je hoogte en breedte. En dan kan ik op klikken en druk ik op 8 en enter en dan is die afbeelding dus 8 centimeter breed geworden. Precies wat er staat. De schaduw onder de dobbelsteen is verwijderd, oftewel niet zichtbaar. Hoe gaan we dat fixen? Heel eenvoudig, namelijk met bijsnijden. Ik, ik zorg dat de afbeelding geselecteerd is. Afbeeldingsindeling en hier vind je bijsnijden. Je kan het bijsnijden naar vorm. dan gaan we bij de volgende afbeelding hebben we dat nodig, maar hier kan je op dit knopje drukken. En dan vind je hier wat van die dikkere lijntjes en de onderkant kan ik met het links linksklik en sleep op die manier omhoog trekken en dan bevestigen met enter. En de schaduw is verdwenen. Dan de ogen van de dobbelstenen hebben een blauwe kleur. Het is niet erg als de dobbelstenen een blauwe gloed heeft. Oké. Okay. Klik op de dobbelsteen. Ga ik naar afbeeldingsindeling en dan ga ik hier naar artistieke effecten. Uh, nee, ik bedoel, ja, je hebt verschillende mogelijkheden. Je hebt hier correcties, verscherpen, verzachten, helderheid, contrast. Uh, verschillende kleurdingen, artistieke effecten en uh, doorzichtigheid kan je hier regelen. Nou, bij kleur vind je hier bij andere kleuren bijvoorbeeld uh, deze. Turquoise accent kleur, licht. Nou, je klikt erop en hoppakee, de dobbelsteen heeft blauwe ogen. En er staat ook in de eisen... Dat het niet erg is als de dobbelsteen een blauwe gloed heeft. Ja, en dat heeft hij dus. Maar het is niet erg. Fijn. De afbeelding is horizontaal gespiegeld. Hoe fix je dat? Je klikt weer op de afbeelding. Onder afbeeldingsindeling vind je hier draaien. 90 graden en 90 links. En je kan dus ook verticaal spiegelen, maar ook horizontaal spiegelen. Klik daarop en de afbeelding is horizontaal gespiegeld. Gefixt. Nou, dat was de dobbelsteen. Gaan we eens door naar eisen van afbeelding 2. En de afbeelding moet dus 12 cm breed zijn. Welke afbeelding is het? Ik ben hem even kwijt. Waar is die? Mijn andere scherm. Daar. Ja. Daar. Klik en sleep hem erin. En altijd hier weer voor tekst positie op pagina fixeren. Want dan kunnen we hem tenminste overal neerzetten waar we maar willen. Afbeeldingsindeling, hoogte en breedte. En wat was het? Even kijken. Uh, 12 cm breed. Gaan we dat fixen? 12 cm breed. Breed. 12 centimeter breed is deze afbeelding nu. Hartstikke toppie. En wat moet er nog meer? De afbeelding is bijgesneden naar een zeshoek. Nou, ik selecteer deze en dan ga ik hier weer naar bijsnijden. Maar in plaats van op deze te klikken, heb je hier dus ook bijsnijden, pijltje naar beneden, naar vorm. En hier heb je allerlei vormen. Die je uh, kan gebruiken om je afbeelding bij te snijden. Een ster, een ontploffing, een parallelogram, ronde hoeken en dat soort dingen. Maar we zijn op zoek naar een zeshoek. En die vind je hier bij basisvormen een zeshoek. Als je daarop klikt, hoppakee, okay, is de afbeelding bijgesneden naar een zeshoekvorm. De afbeelding heeft een blauwe rand. Gaan we ook fixen? Hier heb je. Hier bij afbeeldingsindeling, afbeeldingsrand heeft een blauwe rand. Dus ja, welke blauw? Dat maakt niet zoveel uit. En hoe dik die rand moet zijn, dat staat er ook niet per se. Maar ik maak hem maar een beetje dikker, zodat je hem goed ziet. Het kan zijn dat er bij een ander examen bij de eisen staat hoe dik die rand moet zijn. Maar het staat hier niet. Hij heeft gewoon een blauwe rand. Dus gefixt. In de afbeelding staat boven in de tekst Game Up 23. Minimale tekengrootte 28 punts. De letters zijn wit opgevuld. En de letters hebben blauwe contouren. Contour is eigenlijk een ander woord voor rand. Is maar eens eventjes game up 23 inzetten. Nou, wat je dus niet moet doen is hier uh, gaan lopen typen. Want hoe krijg je het voor elkaar dat deze tekst dan precies bij die afbeelding? Nee, absoluut niet gaan doen. Wat je wel moet doen is een tekstvak invoegen. Ga je naar invoegen? Klik hier op tekstvak. Peltje naar beneden, allerlei soorten tekstvakken, allemaal prima, maar hieronder vind je uh, tekstvak maken. Als je daar klikt, krijg je een muis die een kruis wordt. Links klik en sleep krijg je een tekstvak, uh, game en dan up. 23 geloof ik dat het was. Even spieken, game up 23 en game up zijn wel hoofdletters, dus altijd goed om het precies te typen zoals het ook uh, staat in de eisen. Game up, game, spatie up, spatie 23. Oké. Okay. Game, spatie up, spatie 23. Goed. De minimale tekengrootte is 28 punt. Minimaal, dus het mag meer zijn. Hè? Maar goed. Dus maar eventjes voor de zekerheid. 22, 24, 26. Nou, weet je wat? We maken er gewoon 36 van. Lekker groot. Want minimaal 28 en 36 is meer dan 23. En er staat ook geen maximum. De letters zijn wit opgevuld en hebben een blauw contour. Hoe gaan we dat dus eventjes uh, fixen? Nou, ten eerste, als ik dit hier insleep, dan heb je dus dat tekstvak en die heeft een witte achtergrond. Dat willen we niet, want de letters moeten wit zijn en niet het tekstvak. Dus ik ga het tekstvak, heb ik nu geselecteerd, ga ik naar vormindeling, vormopvulling. En hier heb je dus allerlei vormopvullingskleuren en doe ik hier geen opvulling en ik ga hier naar vorm contour en doe ik hier geen contour. Dus nu heb ik nog steeds een tekstvak, maar die is nu compleet doorzichtig en geen rand. Maar de letters zijn nog zwart en die letters moeten wit worden. Dus dan selecteer ik de letters en het kan nu ook gewoon bij start of hier of daar. En dan zeg ik hier witte letters. Even kijken naar de eisen. De letters hebben blauwe contouren. Dus die letters moeten een blauwe rand krijgen. Ga ik deze letters eventjes selecteren. Ga ik hier weer naar vormindeling. En dan ga ik hier naar tekstcontour. zo. tekstcontour. En dan maak ik hier een blauwe tekstcontour. En voor de zekerheid geef ik natuurlijk ietsje, ja niet te veel dikte. Want dan zie je die hele witte opvulling niet meer. Maar iets zoals dit is wel subtiel volgens mij. En die zet ik dan hierboven daarop. Ctrl-scroll kun je trouwens heel makkelijk in- en uitzoomen in Word. En uh, nu heb ik dus de dobbelsteen plaatje en de Game Up plaatje. Maar Game Up 23, de letters zijn andere dan deze. Het zijn nog twee elementen eigenlijk, dus die kun je ook aan elkaar koppelen. Is ook echt heel handig. Het staat niet per se in de eisen, maar het is gewoon heel handig om te doen, want dan maak je er als het ware één plaatje van. Hoe doe je dat? Ik heb hier deze letters geselecteerd en doe ik hier Ctrl ingedrukt houden en het plaatje. Dus nu heb ik alle twee geselecteerd. Ga ik hier naar vormindeling. Uh, en hier naar groeperen. Als ik op groeperen klik, groeperen. En dat betekent dus dat deze twee elementen nog steeds wel los zijn. Ik kan ze nog steeds uh, veranderen, zie je. Oh. Zie je? Dus ik kan nog steeds game up, zeg maar, um, op een andere plek neerzetten. Maar als ik het hoofdplaatje selecteer, dan is het een groep geworden. En daardoor kun je die makkelijker zeg maar, als groep op een andere plek zetten. Super handig. Dit is. Zoals het heurt, we hebben alle eisen gedaan uh, van opdracht 3 afbeelding opmaken. Op naar de volgende. Maak iets.